Welkom terug in de Tongense keuken. Goedemiddag allemaal. Hier sta ik dan in mijn spiksplinternieuwe schort, gekregen met kerst. Dus wij zijn klaar voor het nieuwe jaar. En we beginnen dit met een voorgerechtje, wat een bereidingstijd heeft van ongeveer 10 minuten. En dat zijn venusschelpjes op Portugese wijze. Aan de slag. 1 kilo venusschelpen, die ik van tevoren goed uitgespoeld heb. 1 citroen, 5 tenen knoflook, die ik in schijfjes heb gesneden, een bosje koriander, een glas witte wijn, olijfolie, grof zout. Ik heb een pan voorverwarmd met olijfolie. Daar gaan in mijn tenen knoflook. Die zijn al in schijfjes gesneden. Die laat ik in 1 à 2 minuten een beetje glazig worden, dat ze een beetje zacht zijn. De knoflook staat een minuutje of 2 op. Tijd om een glas wijn bij te doen. Dit laten we een minuut of 2, 3 even koken. De wijn is een beetje verdampt. We brengen dit op smaak met een snufje zout. En vervolgens gaan de venusschelpen erbij. Voor een minuut of 5. Samen met mijn koriander. Dat er gewoon zo bij. Redelijk grof gesneden. Dit laten we in totaal 5 minuten opstaan. De deksel gaat er zo meteen op. En halverwege dan schud ik het een keer om. En dan is het alweer gepiept. Nou, we zijn halverwege. We gaan het een keer opschudden. Zo. Heel even een kijkje nemen. Nou, dat gaat super. Nou, we zijn 10 minuutjes verder. Dit is het resultaat. Schelpjes zijn mooi open. Ik ga een hapje nemen. Gewoon met de hand. Buiten zijn ze al met vuurwerk bezig. Een stukje brood. Met de saus. Een heerlijk voorgerecht. Dat ik binnen 10 minuten op tafel heb. Is er iets niet duidelijk in deze film? Onderaan de film vind je link naar seizoenen blog. Onder de rubriek Dagschotels van Camille. Kun je alles nog eens nalezen. Niet vergeten. Liken is leuk. Abonneren wordt gewaardeerd. En is gratis. Tot de volgende keer.